Hi, ik ben Roelof Hemme en in deze serie zoek ik antwoorden op de vraag: hoe blijf je als merk, als organisatie, als bedrijf zichtbaar? Hoe val je op in deze tijd? Daar ga ik straks over praten met Jochem Vermaat, die stapt bij me in de auto. En Jochem is de COO van een mooi kledingmerk, Cavallaro Napoli. Hi Jochem. Hey, Roelof. Hey, je bent. Ja. We gaan rijden. Ik ben hartstikke benieuwd. Wat zie je er kek uit? Ja, dat is waar we voor staan natuurlijk. Dat moet een beetje voor elkaar zijn natuurlijk. Is dit Cavallaro Napoli? Ja, dit is Cavallaro. Jij mag niks anders aan natuurlijk. Nee, dat is een verplichte kost. jij werkt al heel lang in de mode, hè? Ja, wel een aantal jaar, dat klopt. Een jaartje of 10, 11 inmiddels. Uiteindelijk vanuit huis bedrijfskundige. Ooit een aantal jaren consultancy gezeten voor allerlei type organisaties. En op een gegeven moment bij een modebedrijf blijven hangen. En mode is jouw ding. Waarom vind jij mode zo leuk? Nou, wat heel erg leuk is om te werken met een tastbaar product. En zeker als het een product is waar je ook echt achter kunt staan, waar je ook een feeling mee hebt. Dan vind ik dat wel heel fraai om dat ook richting een consument, richting een klant als het ware, te kunnen aanbieden op een hele overtuigende manier, waarbij je mensen ook echt helpt. Je houdt zelf natuurlijk ook van mooie jasjes en truien. Ja, natuurlijk. Okay. Maar het is een mooi product waarmee je uiteindelijk mensen blij maakt. Dat is wel echt iets om elke dag weer een beetje in te steken. Ik snap dat. Maar hoe zou je dan... Wat is Cavallaro Napoli precies? Cavallaro is een... Cavallaro. Ja, het is Italiaans, hè? Ja. En in Italiaans spreken ze de dubbel L natuurlijk niet uit als het Spaans, maar Het is inderdaad Cavallaro. Het is de achternaam trouwens van de oprichter-eigenaar. En dat is op een hele leuke manier begonnen. Hij is zelf half Nederlands, half Italiaans. En ooit begonnen met het importeren van dassen, shirts, uit Napels. Daar komt hij, althans zijn familie, vandaan. En het is zo dat hij daar op een gegeven moment de eerste winkel hier vlakbij in Utrecht mee is gestart. Nou, en dat was in de tijd van de hoge boorden. En je kunt misschien wel herinneren, een jaartje of 14, 15 geleden. Dat was natuurlijk mode dat iedereen met een hoog boord liep. En dat was op dat moment artikel, dat was spot on. Hij is uiteindelijk op die trend meegesprongen. Maar dat was in Nederland bijna niet verkrijgbaar. En het is zo gegaan dat hij daar een winkeltje heeft neergezet. En al heel snel volgde een tweede en een derde. En dat product dat vond zodanig aftrek, dat ook op een gegeven moment winkeliers begonnen zich te melden. En die shirts, dat was gewoon aan de lopende band uitdelen. En zo is er eigenlijk een bedrijf ontstaan. En daar weet je op de loop van de tijd steeds meer vorm aan gegeven qua marketing, qua branding, qua fotografie, een uniform concept. En zo is het eigenlijk op een vrij organische manier gegroeid. Tot, wat is de huidige omvang? Nou, we zitten inmiddels op een kleine 20 winkels in Nederland en België. Dus we hebben een 200-tal resellers, dat zijn zelfstandige winkeliers die het merk gaan voeren. En dan moet je je voorstellen dat we naast dat wij natuurlijk op de vloer liggen bij zo'n winkelier, er ook andere merken liggen in een soortzelfde segment. En we hebben natuurlijk ook een grote online activiteit. Oké, dus voor Cavallaro is het van essentieel belang om op te vallen, want je wilt natuurlijk verkopen, je moet opvallen. Wij praten vandaag over omni-channel marketing. En dat is wat jij doet. Ja, omnichannel retail zou ik het eigenlijk liever nog willen noemen. Want het gaat natuurlijk verder dan alleen maar de marketing. Mm-hmm. Het is het vermarkten van een product. En zeker als we natuurlijk beginnen bij het artikel, want dat is natuurlijk wel de basis. Het product moet op orde zijn. En dat is ook wat we proberen te brengen. Het is een kwalitatief mooi product met een onderscheidend vermogen, met een Italiaanse allure. Maar de truc is natuurlijk om op te vallen door wat en wie je bent, dus de persoonlijkheid van je merk. En dan niet alleen in de fysieke winkel, denk ik. Laten we eerst eens even kijken, wat is de persoonlijkheid van jouw merk? Nou, we hebben het over de goed geklede, ik zou bijna zeggen, vanaf een young professional tot aan een, geen bovengrens, want dat geloof ik niet zo heel erg in de leeftijdssegmentatie, maar het is de liefhebber van mode die graag
goed gekleed, goed verzorgd door het leven gaat. Oké. En die heeft er in de regel wat meer voor over. En dat kan ze wel een dame zijn als een heer. Dat maken ze wel damescollecties als herencollecties. En dat is de doelgroep waar we zo gezegd ons op richten. Oké, en dan doe je, dat doe je in fysieke winkels. En wat zie ik als ik die winkel binnenloop? Ja, het is bijna. Dus dat doe je in een fysieke winkel, dat doe je natuurlijk online. En dan in een fysieke winkel, dan zie je daar een boutiquewinkel met een van onze grote specialismes, shirts. Echt, we zijn de nummer 1 van Nederland als het gaat over de type shirt, hoe we het brengen, kwalitatief, met de doeken, de kwaliteit van de garens. Maar ook qua pasvorm, qua detaillering, qua ambacht. Dat zijn allemaal van de elementen, die proberen we dat product op te sluiten. Oké, maar dan, als in de winkel kan ik het zien, kan ik het aanraken, kan ik het ook passen. Maar dat is natuurlijk waar omnichanneling begint. Want hoe doe je dat? Hoe breng je het bij Cavallaro in de praktijk? Nou, dat is natuurlijk de kunst. Want uiteindelijk is het online stuk, heeft natuurlijk een paar functies. Natuurlijk gaat het over de distributie van die spullen. En ook over het creëren van brandlovers als een functie van je online activiteiten. Even los van je social media, daar moeten we straks maar even over praten nog. Maar je probeert de beleving inderdaad die je in de winkels probeert neer te zetten. Dat je dus een specialist bent. Dat je gewoon met een hele, volwassen, net maar op basis van Italiaanse allure, dat product weer te brengen. Ja. Dat je hetzelfde gevoel weer neer te zetten online. Maar daar wordt het natuurlijk moeilijk. Ja, daar wordt het ingewikkeld. Hoe doe je dat? Daarin hebben we uiteindelijk een aanpak gekozen dat we natuurlijk heel consistent willen zijn in onze beeldtaal. Uiteindelijk mode heeft heel veel te maken met beeldcommunicatie. Dus de geef ze een voorbeeld. De fotografie, zoals je dat uiteindelijk in de winkels weer neerzetten met etalages en dat je een indruk hebt van een bepaalde set. Dat zodra je naar de website gaat of op een categoriepagina of beter nog zelfs op een productpagina, dat je in alle facetten het artikel ziet of beter zeg nog dat je de set ziet. Hoe je die set kunt combineren. Maar ook de toelichting die je geeft op het artikel. Met de USP's erbij. Tekst en uitleg met je productomschrijvingen. Dat je heel compleet bent. Maar ook echt spot-on in je woorden. Zoals je dat normaal gesproken in de winkel door een verkoopmedewerker kunt overbrengen. Geef ze een voorbeeld. Wat is de kunst? Nou, de kunst bijvoorbeeld als we praten over onze merino truitjes. Onze merino kool. Eentje die je vandaag aan hebt. Nou, dat is gemaakt van een bepaald garen, een bepaald beroep van garen. Dat is dé specialist in Italië als het gaat over het in elkaar zetten van zo'n draad. En dat dan vervolgens dan ook daadwerkelijk verwerkt tot een product. Nou, dat kunnen we in de winkel natuurlijk heel erg goed toelichten met een verkoopmedewerker. Ja. En het is leuk om daarover te vertellen op de site. Ja. Nou, zo probeer je dus die achtergrondinformatie van het product, onder andere omwille van overtuigingstechnieken. Dat is ook natuurlijk van belang. Hoe doe je overtuigen? Dat is een mooie. Hier komt de verkoper. Hè? Ja, komt de verkoper. Hoe doe je dat? Hoe maak je dat online en in de winkel? Hoe zorg je ervoor dat je op dezelfde manier wordt aangesproken? Dat je als klant hetzelfde gevoel hebt, dezelfde beleving hebt. Hoe doe je dat precies? In de winkel speelt daar natuurlijk een iets ander proces in de interactie met de bezoeker, met de klant die dat met het. Waarbij je natuurlijk de behoefte probeert te achterhalen voor welke gelegenheid het is en hoe men uiteindelijk het artikel wenst te gaan dragen. Ga zo maar door. Dat is online natuurlijk veel moeilijker om dat tot stand te krijgen. Maar je hebt natuurlijk wel overtuigingstechnieken. Eén daarvan hebben we nu onlangs met een websitebouwer waarbij we onze nieuwe webomgeving hebben gerealiseerd. Is dat we ook dus de pagina proberen op te bouwen op basis van fotografie, maar op basis van argumenten, stijl. Met de overtuigingstechnieken van Chialdini. Dat is een bekende psycholoog. En daar heb ik ook heel bewust voor gekozen. Van wat zijn nou de aspecten die men meeneemt in het overtuigen van die klant? Nou, autoriteit is daar bijvoorbeeld eentje van. Consistentie is daar een ander van. En wij claimen dus de partij te zijn, het merk te zijn, dat als je nou in Cavallaro steekt, dan kan je altijd goed voor de dag komen. Oké, en wat zijn de woorden die je daarvoor gebruikt? De zinnen, wat is de sfeer die je oproept? Hoe doe je dat? Wat we proberen neer te zetten, en dat hebben we ook gebombardeerd onder ons motto, dat is vrij tijdloos, dat is fare una belle figura. En dat betekent zoveel als een goede indruk maken. Want feitelijk ben je natuurlijk niet alleen leverancier van een kledingstuk, want dat is nogal plat. Er zit een emotie omheen. En die emotie die je probeert weg te zetten, is dat je zegt, nou, we willen eigenlijk op het moment dat je in Cavallaro steekt, dat je altijd
zelfvertrouwen hebt en dat je weet dat je gewoon goed voor de dag kan komen. Dat is de autoriteit die wij claimen. Mm. Steek je een cavallaro en je zult nooit te laten slaan. Oké, en dus, nou, die snap ik. Maar dan moet je het natuurlijk helemaal doorvoeren in alles. Correct. En daar wordt het misschien wel ingewikkeld. Hoe doe je dat? Nou, je hebt dus enerzijds dus de marketingcommunicatie aan de hand van je beelden, wat we eigenlijk net met elkaar bespraken, met de toelichting op een product. Wat je natuurlijk uiteindelijk in de winkels probeert recht te zetten, is als het gaat over de kwaliteit van dienstverlening. Dus verkoopmedewerkers of onze collega's, zoals gezegd, die bij het merk passen met een bepaalde uitstraling, met een bepaalde houding, die ook gewoon op een hele respectabele manier met onze klanten omgaan, zo gezegd. Maar de kwaliteit van dienstverlening, die probeert natuurlijk ook op de site weg te zetten. Dus de volledigheid zijn, dat we helder zijn in onze communicatie, als het gaat over de orders, over de bevestigingen, over alles wat te maken heeft met de interactie, ja. Dat we daar in ieder geval heel volledig in zijn. En gaat dat altijd goed? Wat is daar moeilijk aan? Nou, wat veel makkelijker is, laat ik het maar zeggen, in de winkels, is dat je natuurlijk een soort houding hebben van medewerkers die op een situatie kunnen inspelen. Ja. En dat is online natuurlijk veel ingewikkelder, want dat moet je programmeren. En dan komt de techniek om de hoek. Ja. En op het moment dat de techniek om de hoek komt kijken, dan ben je geneigd om te zeggen, ja, dat programmeer je eventjes en je gaat zo van de kant. Ja. Maar niks is minder waar. Want of het dan gaat over de beschikbaarheid van producten, of het gaat over wat met extra informatie te maken heeft, of het gaat over een pakket wat een keertje niet kan aankomen, of het gaat over een artikel wat wordt geretourneerd. Er zijn allerlei verschillende scenario's denkbaar, ja, die je online echt moet programmeren met techniek, die in de winkel wat makkelijker op te lossen zijn. Maar hoe doe je dat dan online? Want je moet het wel doen om datzelfde gevoel op te roepen. Ja, zeker, zeker. Daar heb je allerlei tooling voor. Hè? Dus een van de dingen, laten we kijken in ieder geval naar een aankoopproces, is dat we bijvoorbeeld stilstaan bij iemand zijn maat. Binnen mode heb je natuurlijk een complexiteit met maten. Wat draag je? Draag je een L'tje of een XL'tje? Ja, het liefst wil je natuurlijk vanuit de retailer, vanuit een merk van zoals wij. Dus ik zeg, we willen gewoon in één keer de juiste maat aanleveren. Nou, dan heb je tooling om op basis van lichaamslengte of lichaamsgewicht, maar ook op basis van historie op een gegeven moment op gaan bouwen, dat je weet met een bepaalde pasvorm van dit is het juiste artikel, dat kun je gewoon voorstellen. Okay. En dat klinkt heel logisch, maar voordat je dat technisch hebt ingeregeld, ben je wel eventjes verder. En doet alles het al? Bij jou? Nou, we zijn nu 5 weken geleden live gegaan met een nieuwe omgeving. En dat is uiteindelijk een enorme stap voorwaarts geweest. De vorige omgeving, die was end of life. De nieuwe omgeving heeft veel meer mogelijkheden, veel meer features, veel meer mogelijkheden om te filteren en sluit ook veel meer aan feitelijk op onze andere systemen die we bedrijven. Maar je moet het zo zien dat je bouwt die winkel. En of het nou een fysieke winkel is of een online winkel, dat maakt niet schrik van uit. En op een gegeven moment is het goed genoeg om te starten. Maar daarna komt er nog heel veel bij kijken aan extra functionaliteiten, aan extra applicaties. Als het gaat over het opbouwen van de historie van de klanten die je hebt. Maar wat heb je nu nog nodig? Waarvan zie je nu al van ja, eigenlijk moet dat erbij? Nou, een van de dingen die we op dit moment hebben draaien is bijvoorbeeld wat ik net vertelde over die maten, over die maatinschatting. Zodat je uiteindelijk dus veel gerichter dat artikel kunt laten aankopen door die consument. Waarbij je dus minder randmaat hebt of minder aanpalende maat. Dat die klant zegt, oké, heb ik nou een maat 50 van een Colbert. Maar voor de zekerheid bestel ik toch ook maar een 48 of een 52. Want dat weet ik in ieder geval goed. En die andere twee gaan we retour. Nou, dat is binnen mode, en dat geldt niet alleen voor Cavallaro, maar voor heel veel modebedrijven, is dat killing. Daar gaat je winst. Het aantal goederenbewegingen binnen mode, en met name retouren, is krankzinnig. Oh. En dat model is in mijn optiek ook niet houdbaar. Maar goed, wat je wilt is dat het artikel wat je levert in één keer gewoon spot-on is. Nou, en die functionaliteit die gaat nu live. Een andere is dat je natuurlijk het liefst op basis van personalisatie, die klanten die je bezoeken, die brand lover die je hebt, dat je de voorkeuren die iemand heeft voor een bepaalde kleur, voor een bepaalde stijl, moet het wat meer in de casual hoek zijn, of wil je wat meer in de formele hoek, of wil je bepaalde kwaliteiten niet dragen, dat je die historie gaat bijhouden en dat je ook gepersonaliseerd e-mails, maar ook de content, dus de inhoud van een pagina,
dat je die kunt gaan voorstellen aan de klant. Zodat je relevanter, zodat je relevanter gaat communiceren met die klant. Correct. Geef ze een voorbeeld. Hoe zou je dat doen? Nou, stel je voor, iemand die vindt onze shirt, we hebben allerlei verschillende type shirts, maar met name de technische shirts, of de zogenaamde performance shirts, heel erg comfortabel dragen. En wil niet een 100% katoen shirt hebben wat geen stretch heeft. Hm. Nou, heeft het dan zin om een e-mail naar die persoon op te tuigen, waarin je dan shirts voorstelt, om te wijzen op een nieuwe collectie van artikelen die hij niet koopt? Ja, maar misschien wil die dat wel hebben, omdat hij uitgekeken is op die andere shirt. Ja, dat kan. Dan geef je hem altijd hetzelfde. Ja, dat kan. En daar is natuurlijk uiteindelijk intelligentie voor. Aha. Om voor een soort voorspellende waarde op te gaan sluiten in die content. Oh, dat kan ook. Dus je weet, op een gegeven moment raakt iedereen van deze shirts draagt erop uitgekeken en dan wil hij dat. Ja, dat zou kunnen. Maar op basis van de big data, je zult versteld staan over wat er uiteindelijk van jou of mij bekend is. Op basis van onze gedragingen, wat men meet, bijhoudt en die big data en wat voor conclusies daaruit te filteren zijn, op basis van natuurlijk de wet van de grote getallen, daar sta je echt van te kijken. En, maar dat bestaat, ja. En wat doet het voor Cavallaro? Gewoon in omzet, wat zie je? Zie je het, je wilt uiteindelijk meer verkopen. Werkt dat zo? Gebeurt het? Ja, kijk, uiteindelijk zitten we nu een beetje in een gekke tijd met elkaar. En mode staat als zodanig, even branchebreed, best heel erg onder druk. Is dan daarmee gezegd dat die markt niet meer bestaat of aan het krimpen is? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat er wel een paar fenomenen aan de hand zijn. Enerzijds is het aanbod vanuit de merk dat aangepast moet worden. Ik bedoel, jij en ik zitten hier nu in met een couvert aan, maar op heel veel kantoren wordt er niet meer couvert gedragen. Dus de katoenen aanbod... zijn leeg ook. Ja, die zijn leeg. Dus dat is het tweede probleem. Daar gaan we het zo over hebben. Dus dat aanbod dat moet uiteindelijk bijgesteld worden. Dat men echt, de hele manier waarop casual wordt gedragen, dat is steeds breder geaccepteerd. Zeker natuurlijk in vrije tijd sowieso, maar ook op kantoren. Dus daar moeten wij als merk een move maken. Dat we dat meer casual op een hele elegante manier weten in te steken. Maar anders nog, en dat is ook de functie van online, is dat je op een andere manier die spulletjes bij de consument moet zien te krijgen. Dus de functie van die winkels is er zeker voor het presenteren van het merk naar de markt. Voor het opbouwen van de klantenbestand. Nou, alle andere doelstellingen die je hebt. Maar het is gewoon het feit dat die traffic, en dat is al jaren gaande, dat die traffic extreem onder druk staat. Dus de hoeveelheid bezoekers naar die winkels, dat wordt minder en minder en minder. In de laatste half jaar, en dat is nog een tijdje duur, ben ik bang, is dat in toenemende mate het geval geweest. Maar je wilt wel die spulletjes bij de consument hebben, want die behoefte is er wel. Dus uiteindelijk zorg je ervoor dat dus de klanten die je hebt in je klantenbase, dat die netjes via de online activiteiten worden bediend. En daarin is het zaak om natuurlijk zo goed mogelijk, dus waar we begonnen, die propositie die we proberen na te streven, dat we die van die winkels, die offline beleving, ook bij die online beleving laten samensmelten als het ware. Ik vroeg eigenlijk, verdien je er geld mee door het zo te doen? Ja, vooralsnog werkt het voor je. Ja, vooralsnog wel. Ja, maar meer dan in het oude systeem? Nou, hangt ervan hoe je dat bekijkt. Als je kijkt naar de kanalen waar je actief bent. Ik vertel dus juist over, we hebben een paar activiteiten. Dus je hebt zogezegd wholesale business. Dat is de traditionele groothandelsactiviteit richting winkeliers. Dat is het meest rendabele kanaal wat je hebt. Dus je hebt weliswaar andere transactieprijzen. Maar je levert de winkelier en de winkelier doet voor de rest zijn ding. En daar heb je relatief weinig omkijken naar. Ja. Dan heb je retailactiviteit in de eigen winkels. Dat is natuurlijk uiteindelijk, geeft dat gedoe, om het even plat te zeggen. Dus dat betekent huurovereenkomsten, dat betekent het hebben van een bestand met medewerkers. Nou, daar hebben we natuurlijk best ook wel een aantal van in het land staan. Dus dat betekent gewoon dat je daar een organisatie voor op moet tuigen om dat te beheersen. En dan hebben we natuurlijk onze online activiteiten. En de laatste kanaal is procentueel gezien normaliter qua winstbijdrage het laagst. En dat ben je aan het omdraaien? En dat is heel ingewikkeld, omdat uiteindelijk procentueel gezien heel veel beter te krijgen. Er zijn natuurlijk voorbeelden ook van een Zalando of allerlei andere grote marketplaces of platformen waar ongelooflijk veel omzet doorheen gaat. Maar waarbij de rendementen, heeft allemaal te maken met de kostenkant en ook hoeveelheid online marketing euro's die worden uitgegeven. Maar de verdiensten van een online model zijn best ingewikkeld. En dat zit hem hierin. Dat is dat je natuurlijk meer omzet, meer orders.
Meer orders betekent even zoveel stijgingen in je portiekosten. Dat betekent even zoveel de kosten voor de afhandeling, hè, de zogenaamde fulfillment. Dus er zit een veel meer, ja, zo ben ik zeggen, lineair verband tussen de kostenontwikkeling en de omzetstijging. Oké, terwijl je toch eigenlijk, je zou kunnen stoppen met fysieke winkels op termijn. Dan zou ik denken, dat scheelt al een heleboel. En je hebt geen verkopers meer nodig. Je hebt mensen nodig die de spulletjes in dozen doen. Nou ja, er zijn natuurlijk voorbeelden. En verder veel mensen die de digitale wereld erachter snappen. Absoluut, ja. Absoluut. Maar dat is ook waar Rieten zich naartoe beweegt. Dus hoe doe je dat? Of? Het is uiteindelijk een andere samenstelling van de kanalen. En ook de omzetaandelen per kanaal. Maar ja, je kunt natuurlijk op een briefje geven dat online, dat zal in toenemende mate met double digit blijven groeien. En het is zaak dat je natuurlijk zo goed mogelijk en zo knap mogelijk dus die website weet neer te zetten. Ja. Met de content en de hele sales propositie en je after sales, gaat zo maar door. En alle technieken die erbij horen. Maar er zijn ook grote retailers, ook internationaal. Waarbij je zegt, nou, momenteel eventjes geen winkels meer, geen expansie. De investeringen die worden gepleegd, die worden alleen in online gestoken. Ah ja, en zijn jullie daar nu ook? Ja. Oké. Okay. Ja, okay. Dus de kans dat. Dus dit gaat hele grote sprongen maken de komende jaren. Absoluut. En wat is je doel? Kan je een voorbeeld geven? Misschien in het terugbrengen van winkels, het vergroten van je online omzet, de percentages ten opzichte van de fysieke verkoop. Geef ons een paar getallen om te snappen waar je heen wil. Nou, wat we in ieder geval heel graag willen, is dat we onze business internationaal verder uitbouwen. Dus we zijn actief in Nederland, in België en op een zeer beperkte schaal nog in Duitsland. We denken met de mode die we brengen, dat we een goede kans verslagen hebben in Duitsland. Dus dat is een markt die willen we heel graag in de komende paar jaar openbreken. Ja. Is niet eenvoudig, want je begint echt letterlijk weer in een nieuwe markt vanaf nul. Dus dat vergt. Maar dan begin je online. En zou, ja, sterker nog, over een paar weken gaat Zalando live. Dus zijn we nu volop mee bezig met een onboarding traject. En dat betekent starten met Zalando in een paar landen, dus dat is in Nederland en België. Maar ook in Duitsland. Oké. Okay. En dan wil je daarnaast, heb je natuurlijk een paar resellers die je portefeuille met je resellers zien uit te bouwen. En dan zet je misschien één of twee winkels neer. Daar waar voorheen het vooral was, nou, eerst maar eens een fysieke winkel neerzetten en dan nog eens een keer een tweede en dan komt een keertje online bij. Maar hier dus wordt de volgorde is het feitelijk omgedraaid. Ja, maar hier wordt het natuurlijk ook wel ingewikkeld als je bij iemand anders aan boord gaat. Hey, je ligt nu ook in de Bijenkorf bijvoorbeeld en ook nog andere resellers. Dat is dan als je in alle kanalen hetzelfde wilt uitstralen, dezelfde persoonlijkheid wilt zijn. Daar moet je dan wel heel goed op letten. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is een terechte vraag. Dat is natuurlijk uiteindelijk de strategische overweging achter het neerzetten van een winkel online. Is natuurlijk die dat je het liefst dat dan in eigen hand wil hebben. En dat hebben we in eigen hand. Dus we hebben geen franchise winkels of wat dan ook. Dus je hebt grip op je eigen winkelpropositie, de medewerkers op de vloer staan, hoe je uiteindelijk je klanten benadert. Voor online per definitie. Maar voor je resellers is dat veel ingewikkelder. Want ja, je hebt natuurlijk uiteindelijk veel minder grip hoe die reseller omgaat met zijn merkenpakket. Wat je wel kunt doen, is natuurlijk bij die selectie aan de deur. Kijk, nou, dat vinden we wel een geschikte winkel om te liggen. Ja. En dat vinden we niet een geschikte winkel om te liggen. Maar heel veel verder dan dat, is dat het lastig. Dat klopt. Maar hoe bewaak je dat? Hoe gebruik je daar al die omni-channeling technieken voor, om dat voor elkaar te krijgen? Want dat wil je natuurlijk ook, daar wil je ook gewoon niet te veel tijd aan besteden. Dat klopt. Nou ja, je hebt natuurlijk een sales team zitten, in ieder geval om de klanten te bedienen, om natuurlijk het merk op de juiste manier neer te zetten met in-store promotiematerialen, zogenaamd POS. Dus dat wil je in ieder geval de merkbeleving op een consistent manier neerzetten. Mm-hmm. Een ander is, even los van de marketing, gaat het met name over de productbeschikbaarheid. Binnen modeorganisaties en meerdere retailorganisaties zijn wholesale en retail, of wholesale, retail en online, vaak echt gescheiden werelden. Daar draaien andere systemen achter. Nou, en daar ben ik de laatste 2 jaar best druk mee geweest om dat te integreren. Dus voordat we zijn overgegaan op een nieuw platform qua e-commerce, hebben we ervoor gezorgd dat we 1 motorblok hebben gebouwd, van 1 centraal ERP, wat feitelijk alle bedrijfsprocessen ondersteunt. Ja. En dat de goederen die we binnen onze organisatie hebben, vrij makkelijk tussen de verschillende kanalen kunnen worden verdeeld. Dus zowel voor online, voor winkels, maar ook voor wholesale. En dus omnichannel gaat verder dan alleen maar een uniforme merkbeleving. Het heeft ook te maken met de productbeschikbaarheid in die winkels.
of bij de reseller of online. Dus we vinden het doodnormaal als we op straat ergens lopen in een stad. Nou, toch even kijken of dat artikel, of dat ergens in die winkel ligt. Dus dat die voorraad beschikbaarheid online even in te zien is. Ja, dus zeker voor degenen die daar wat minder mee te maken hebben, is dat de normaalste zaak van de wereld. En, maar neem van mij aan dat dat aan de achterkant best wel wat dat techniek vraagt om het op te lossen. Maar jij bent hier nou al een tijd mee bezig. Wat is er nou echt fout gegaan waarvan je dacht, oh, dit hebben we niet goed gedaan. En zou je daar misschien anderen mee willen behoeden voor die valkuilen? Wat zijn de grote valkuilen? Dat is een goede vraag. Want de maat en de snelheid waarin momenteel het landschap zich aan het veranderen is, dat is ongekend snel. Dit wat ik zei over de distributie, over de interactie met die klant, dat het veel digitaler is geworden. En nogmaals, dat is de laatste maanden zoveel in de stroomsnelling geraakt. Daar hadden we misschien wel wat beter kunnen anticiperen. Waarop dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld dus de zogenaamde replatforming, dus een nieuwe e-commerce omgeving die we neergezet hebben. Daarin hebben we, als je me zou vragen, te lang gewacht met het nemen van dat besluit en het daadwerkelijk implementeren daarvan. Dus ik vertelde je zojuist over het neerzetten van een nieuwe ERP, een nieuw motorblok, dus waar feitelijk alle processen van de organisatie in zijn gevangen, onder andere het goederenmanagement. Daar hadden we uiteindelijk eerder de keuze moeten maken en dan ook gelijktijdig een nieuwe e-commerce omgeving live zetten. Dus ja, het is vervelend dat de investeringen die gepleegd moeten worden voor als het met digital te maken heeft, of het nou gaat over systemen, of het gaat over e-commerce, of het gaat over applicaties die er tegenaan worden gezet, qua CRM-achtige toestanden of allerlei andere functionaliteiten, daar gaat heel veel geld in om. En dan zit je als onderneming, zit je daar wel tegenaan te hikken. Ja. En omdat het heel ontastbaar is. Maar het is, je kunt er feitelijk niet meer omheen. Je moet het gewoon zien als het neerzetten van een nieuwe fysieke winkel. En dat vergt gewoon die upfront investering. En dus wat is je advies? Ga snel, pak door. Pak door, verschuif CAPEX of investeringsbudget van fysiek naar alles wat te maken heeft online. En niet alleen maar in online neerzetten van systemen. Alleen de online marketing en hoe je uiteindelijk dus je merk wilt brengen, dat zal voor elkaar moeten zijn als het gaat over de content die je maakt qua foto's, qua video die je wilt inzetten voor je social media. Mega belangrijk. Als het gaat over zorg ervoor dat je influencers aan je weet te binden om je merk verder te brengen. Mega belangrijk. Dus het is niet één of het ander. Het is feitelijk een integrale aanpak van al die initiatieven. Ja. Want dat zijn je socials, hadden we het nog niet eens over. Want je moet omnichanneling is natuurlijk ook op je socials. Zeker. Precies het goede doen. Zeker. Hoe ver ben je daarmee? Zijn we stappen aan het zetten. Dan zijn we uiteindelijk wel zover dat we gewoon clickable content hebben. Dus op het moment dat er een foto wordt geplaatst, dan is die content die wordt gebracht natuurlijk gewoon meteen shoppable. Je wordt doorgelinkt naar de site. Dat gaat allemaal goed. Maar ook dat beeld vooropgesteld, wat je daar neerzet. Op je tijdlijn, dat wil je natuurlijk uiteindelijk wel consistent hebben met je winkelbeleving, met de beleving die je ook online neerzet. Maar daar is nog heel veel te winnen. Bijvoorbeeld op het gebied van lookalike campagnes, dus we hebben onze volgers. Maar er zijn ongetwijfeld nog 10.000 of 100.000 andere potentiële volgers en daarmee ook dus potentiële klanten die je kunt benaderen op basis van profielen. Nou, en waar wil je zijn? Overal of moet je keuzes maken? Op welk gebied? Nou ja, wil je zet je alles op Instagram? Wil je Facebook koning zijn? Is TikTok je platform? Nou, denk ik niet, nog niet. Nog niet, maar misschien is dat ook volgende keer. Waar moet je zijn? Volgens nog, we houden het inderdaad bij Facebook en bij Instagram. Ja. Ik denk dat, als het gaat over een dergelijke platform, LinkedIn is een te zakelijk medium om echt mode op te vermarkten, dus daar geloof ik niet zo in. Maar als het gaat over het neerzetten van het merk, ja, daarvoor is Instagram natuurlijk een fantastisch medium. En hoe voorkom je dat? Kan je dat allemaal meteen aan het begin aan elkaar knutselen, zodat je niet alles apart hoeft te doen? Dat is moeilijk natuurlijk. Ja. Dit vraagt ongelooflijk veel aandacht. Absoluut, en daar richt je ook op in. Daar richt je ook je structuur van je organisatie op in. Dus de investeringen die we nu aan het plegen zijn, anders dan systeem, is ook in het team.
onlangs is bijvoorbeeld echt een specifieke digital marketeer begonnen. Dus een digital marketing specialist. Naast iemand die zit voor techniek, naast een e-commerce manager, naast iemand die met de merchandise en alles te maken heeft met de presentatie van de site. Iemand voor social media en copywriting. Dus uiteindelijk zie je ook dus de shift vanuit de kanalen. Dus wat ik zei, retail als in winkels wordt wat kleiner. Je ziet ook de ondersteunende organisatie, pas je daarop aan. Maar dat wat groeit, is online distributie. En ook de structuur die erachter zit om dat goed te kunnen bedienen, groeit ook. Dus daar heb je ook nu ook groei in het team. Dat zijn nu bij ons 7 personen. Maar het is best denkbaar dat je over een jaar daar 10 mensen werkbaar hebt. Of 12. Dus als je kijkt naar een bol.com of naar de Weekans, of ze het in Nederland bekijken. Ja, dan zitten daar natuurlijk honderden mensen elke dag te knutselen. Bijenkorf goed voorbeeld. Ik meen dat daar 200 mensen alleen op online zitten. Ja, dat was 5 jaar geleden. Dat was ondenkbaar. Die slag moet je nog wel even maken. Ja, ik denk dat wij heel respectabel ons het aandeel hebben wat wij online doen. Ja, ja. Dat denk ik echt. Namelijk? Dat is nu zo'n kleine 40% van de company. Oh, okay. Ja, dat is verhoudingsgewijs best wel oké. Okay. Ja. Maar ik denk dat het heel goed mogelijk is dat over een jaar 50% groeit. Okay. Ja. Dus het is uiteindelijk het kanaal waar het vandaan moet komen. Het is het meest schaalbaar. Ook internationaal. Ja, fysieke grenzen, dat is natuurlijk iets wat helemaal geen rol speelt binnen online verkoop als zodanig. Het enige wat je moet doen is zorgen dat je een goede shopfront in die betreffende taal en ook natuurlijk hoe je daarop inricht, hoe men zoekt, welke woorden men gebruikt, dat je daar natuurlijk de voorkant van de site aanpast. Ja, en dan is het een kwestie zorgen dat je het merk gaat brengen. Of dat gaat dan via social media, of het gaat op basis van andere lead generatie. Maar dat je daar voet aan de grond begint te krijgen. En dat is wat jij de hele dag aan het doen bent? Nee. Wat je de komende jaren zult doen. Ik ben er wel druk mee. Dat heb je goed. Daar ben ik wel druk mee. Nee, in feite ben ik verantwoordelijk voor de hele day-to-day operations van deze organisatie. Ja, dus dat is onder andere de sales channels, maar ook de ondersteunende afdelingen. Dus daar hoort ook HR hoort erbij, finance hoort erbij, daar hoort ook supply chain bij. Dat doe ik. En de oprichter eigenaar, dat is de creatieve kant met name. Als het gaat over echt product, dus collectieontwikkeling, brand marketing, dat is zijn dagelijkse taak. En zo is dat verdeeld. Hmm. En wat is jouw volgende stap? Binnen deze organisatie? Hmm. Die is er eigenlijk niet. De baas is weg. Ja, dan moet ik hier een gesprek aan leiden. Nou, we verlopen nog even vrij met elkaar. Ik ben hier nu een kleine 3 jaar werkzaam. Dit is het diplomatieke antwoord. En uiteindelijk hebben we nog wel wat te doen met elkaar. We leren elkaar kennen 3 jaar geleden. En met de ambitie om naar die landen in te gaan. En daarbij was de afspraak die we maakten, we gaan voor controlled distribution, dus uiteindelijk het neerzetten van wat winkels in België, in Duitsland, en gaan op die manier het merk brengen. Nou, je ziet dat de tijd zich feitelijk heeft ingehaald. Het neerzetten van die winkels, en dat hebben we op een lager pitje gezet. En ik ben eerst dan begonnen, toen ik startte, eind 2017, die achterkant van de organisatie in kaart brengen. Vervolgens zorgen dat we in ieder geval het fundament hebben en de systemen en de tooling om verder te kunnen. Nou ja, en dat is nu gewoon zorgen dat we digitaal en online flink expanderen. En daar ben ik nog wel een paar jaar mee zo. Dus het eind is nog niet in zicht nog, denk ik. De auto heeft stilgezet. We gaan bellen met Wim Lahey. Hij is de managing director van Bluebird Day. Ja, even kijken of hij opneemt. Yes, met Wim. Hallo Wim, je spreekt met Roelof Hemme. Ik zit hier met Jochem Vermaat van Cavallaro Napoli. We hebben het over omni-channel retail. En dat is natuurlijk jouw vak. We hebben net een half uur over gesproken, over de plannen van Jochem met zijn bedrijf. En hoe ver die nu is en waar die naartoe wil. En we bellen jou eigenlijk even om te vragen, wat is nou de volgende stap in omni-channel retail? Dat is een hele goede vraag. Er zijn natuurlijk heel veel ontwikkelingen op omnichannel vlak en op e-commerce vlak. Maar wat op dit moment denk ik een hele relevante ontwikkeling is voor heel veel retailers, is dat mensen in de afgelopen periode noodgedwongen via heel veel andere kanalen zijn gaan winkelen. En daardoor ook in aanraking zijn gekomen met heel veel nieuwe retailers en nieuwe merken. Dus ik denk dat het voor elke retailer op dit moment heel erg relevant is om na te denken hoe je de relatie met je bestaande klant kan behouden en tegelijkertijd ook een hele goede band op kan bouwen met die nieuwe klanten. Want het zijn klanten die waarschijnlijk meer dan anders via online bij je binnen zijn gekomen. Misschien zelfs wel
alleen via online kennen. En de vraag dan heel erg van, oké, hoe ga je nou zorgen dat die mensen eenzelfde binding krijgen met je bedrijf en ga je dezelfde loyaliteit daar creëren? Ja, dat is eigenlijk precies waar we het over hadden. Ja. Oké. En wat is daarin het belangrijkste ding? Ik denk dat er twee dingen in ieder geval heel belangrijk zijn. Eén is wat enorm bijdraagt, is het creëren van een sterk merk. Dus op het moment dat jij een merk hebt met duidelijke waarden en duidelijke overtuiging, dan is dat iets waar mensen heel veel makkelijker een connectie mee opbouwen. En ik vind een heel mooi voorbeeld daarvan, vind ik bijvoorbeeld Tony Chocoloni. Ook al heb je nog nooit interactie gehad met dat merk, of hou je niet van chocola, je kan toch een bepaalde verbinding voelen met dat merk. Okay. Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is om even na te gaan denken als retailer, hoe je nou de verhouding tussen verschillende kanalen ziet. Dus wat verandert er in de rol van de winkel, nu veel meer mensen online hun reis starten, of misschien zelfs de reis volledig online plaatsvindt. En wat betekent dat voor die ervaring die jij in de winkel wil bieden en die je online wil bieden? Oké, en wat is dan nu, Wim, jouw advies aan Jochem? Wat zou die nu moeten gaan doen? Want dit is wat hij wil. Ik denk dat je vooral moet nadenken, oké, hoe kan ik nou die winkelervaring ook online creëren? Dus hoe kan ik nou online gaan zorgen dat mensen dat advies wat ze wensen in de winkel en hoe ze in de winkel helpen om de beste versie van zichzelf te ontdekken, hoe kan ik dat ook online gaan creëren? En dan kan je bijvoorbeeld denken aan wat Nike doet. Die heeft een andere tak van sport natuurlijk, maar die heeft digitale bootcamps georganiseerd de afgelopen periode. Nou ja, als Cavalera Napoli kan je wellicht wel voorstellen dat je ook online bijvoorbeeld via video mensen gaat begeleiden in een aankoop. Of dat je veel verder gaat bijvoorbeeld ook in het geven van advies na iemands aankoop. Hoe ze nou het beste ook de kleding kunnen dragen, kleding kunnen combineren, dat soort dingen. Om echt dat zeg maar begeleiden van iemand om het beste voor de dag te komen. Om dat ook heel erg door te trekken naar online bijvoorbeeld. Oké, super. Dankjewel Wim. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Hoi hoi. Heb je hier wat aan? Ja, ik denk dat dit uiteindelijk de spijker op zijn kop is. En uiteindelijk heb ik natuurlijk in de gesprekken die allemaal zijn geweest hier veel over gesproken. Dat Omnichannel is meer dan alleen maar een zelfde beleving wegzetten of goederen beschikbaar maken of wat dan ook. Het is een integrale aanpak. En inderdaad wat je ziet, het is de consument die centraal staat en die bepaalt waar die zich informeert, waar die shopt, waar die kijkt. Ga zo maar door. En uiteindelijk is de uitdaging om dat zo consistent mogelijk en zo aansluitend mogelijk weg te zetten. Wim zegt, je moet die consument eigenlijk aankleden. Ja. Ben je al zover? Nee. In de winkel zeker. Ja, oké, maar online. Online is dat minder makkelijk. Online is dat minder makkelijk, maar de techniek leent zich ervoor om inderdaad echt helemaal op basis van de persoonlijke voorkeuren echt die suggesties te doen en ook die interactie. Dus we hebben nog niet zoiets, dat ik zeg, een interactieve passessie of iets dergelijks. Dan kan je zeggen, oké, we nemen de maten van iemand, gaan voor die camera staan en vervolgens zijn we een aantal artikelen aan het voorstellen. Dat is nog niet, maar het is heel goed denkbaar dat dat natuurlijk in de komende tijd wel gaat gebeuren. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel, jij ook.